Goed, dit is dus deel 2. En in deel 2 ga ik je laten zien hoe je die tafel even een beetje fatsoeneert. Dat er twee tafeltjes zijn en weet ik veel wat. Maar het allerbelangrijkste is het belichten. Nu heb je nog de default lights. Die zie je hier niet, want die zitten gewoon standaard in je Xenon. Zie je niks, dan is alles zwart. Ik ga hier ten eerste eventjes een infinite light bijzetten. Een infinite light is gewoon een muur van licht. Die muur van licht die gaat soft shadows hebben. En hij gaat een andere kant op schijnen. Want nu schijnt hij. Hij staat hier. Dat maakt verder eigenlijk niet zoveel uit. Hij kan hem bovenop de knar zitten van dat poppetje. Maar dat doet er verder niks aan toe of af. Maar hij moet duidelijk een andere kant op staan. Nou, je ziet hier een enorme lichtpartij van die ramen komen. Dus hij komt een klein beetje van achteren. En we gaan hem gewoon even draaien. Dus ik pak het rotate tool en ik draai hem zo woep, naar beneden. Zo een beetje. Dit is het key light. Geef alles een naam. Maak ook aantekeningen van wat je in de tutorial leert. Maar geef alles een naam. Dat is het eerste lichtbronnetje en als ik dit render, dan krijg ik zoiets als dit. En nu staat die schaduw, die staat er pal onder. Vind ik eigenlijk niet zo mooi. Dus ik ga hem stiekem nog wat verder draaien. Zo. Even kijken. Dit ziet er al beter uit. Het mannetje gaat een beetje raar reflecteren. Dus misschien moet ik de reflecties even wat terugzetten. Dan wordt hij wel wat minder belicht. Maar dat vind ik niet zo erg. Dan wordt dit ook gelijk wat minder. Oké, nu heb ik een tweede lichtbron nodig. Hij moet hier namelijk een klein beetje worden ingevuld, want het licht dat bounced hier rond. Dus daar pak ik even een punt lichtbron voor. En die is wel belangrijk dat je die op de juiste positie zet, want dat is eigenlijk een belichting vanuit een punt. En ik zal hem even ambient noemen, want dit is eigenlijk al strooilicht, dus AMB. En we zetten hem een beetje softer, een beetje op nou, 43% of zo, weet ik veel. En ik ga hier bij de details ga ik zeggen dat het licht langzaam zwakker wordt naarmate je verder van de bron komt. Dus dan zeg ik hier, falloff is linear. Dan krijg je hier een grijs bol omheen met allemaal van die oranje puntjes. Dat is waar de grijze puntjes is waar het licht 0 is. Hier is het 100, of 43 eigenlijk, hè, want we hebben of zelfs 35. En ik zet hem een beetje hier neer, zo, recht voor dat ding. Nou, eens even kijken. Dan wordt er al wat meer ingevuld. Ik vind die reflecties nog steeds veel te heftig. Dus misschien moeten we bij het environment maar eventjes 24 doen, zo. En dan hebben we zoiets als dit. Nou, hij is wel een beetje erg donker. Dus misschien moet die ambient dan een beetje meer zo zijn. Volgens mij zit ik driedimensionaal gezien, zit ik er niet voor. Nee, dat klopt. Zie je, mijn licht zit erachter. Dus ik pak de E van het move tool en ik zet hem zo'n beetje hier. Zo. En dan zijn we weer terug. En dan ziet het er al een stuk beter uit. Alleen je ziet dat die schaduw niet klopt. Omdat het tafelblad hier een stukje hoger ligt. Dus dan moet die schaduw ook op een andere manier afgekapt worden. Gaan we zo doen. We doen het laatste lichtbronnetje erbij. En dat is het licht wat hier van die raampartij komt. Dat is weer een infinite light. En dat noem ik backlight. En die zet ik gewoon. Die draai ik eigenlijk van het raam af, want daar komt het licht vandaan. En dan krijg je dus een klein lichtrandje hier aan de zijkant van mijn model. Klein tikje naar beneden. Zo, maar die hoeft niet weer een schaduw te werpen. Hè? Eigenlijk is alleen het keylight wat de schaduw werpt. Nou, dan hebben we nog tenslotte dat tafelblad moet hier wat hoger zitten. Dus er moet een extra object bij. Dat extra object,
Dat wordt een disk in dit geval. En die ga ik even wat segmenten erop gooien. Dat die wat, maar die staat nu in hetzelfde vlak als dat platte vlak wat hier virtueel nog ligt. Dus laten we hem eerst eventjes ietsje opkrikken. En dan bedoel ik ietsje hoger leggen. Zo, dat hoeft maar een klein stukje te zijn. Want die tafelbladen zitten eigenlijk pal onder elkaar. En dan zet ik hem zo neer dat hij optisch, dus volgens dit plaatje, zo ongeveer op dezelfde plek komt. Ik moet vooral die tafelrand waar die schaduw overheen valt, die moet ik even in de gaten houden. Nou, dan zie je dat dit eigenlijk te smal is voor dat perspectief. Dus ik fake het gewoon even. Ik ga naar zijn coördinaten toe en ik zeg over de z-as. En dan kan ik hem nog een stukje draaien. Zo. En dan, ja, dan mag nog wel een tikje bij, denk ik. Zo. En dan leg ik hem gewoon eventjes precies op dit punt. Daar moet hij precies over dat tafelblad heen zitten. Dus dan leg ik hem even op het oog. Leg ik hem precies zo neer. Dat het hier uitsteekt is niet erg. Nou moet hij ook zo'n compositing tag hebben, net als dat andere ding. Ik hou de control key ingedrukt en ik kopieer ze gewoon van dat eerste plane object. Kopieer ik gewoon die twee dingen daar naartoe. Dat doet hij exact hetzelfde. Nou, dan ga ik hem renderen. En dan heb je die afgebroken schaduw, die zit er opeens in. Ik moet hem nog een tikje opzij schuiven, zie ik. Ietsiepietsi. En nog een klein beetje zo, misschien. Even kijken. Ja, dit is wel nice. Nou, je kan hier eindeloos mee lopen rommelen totdat je helemaal tevreden bent. Maar dit is wat je in principe voor het AR-element moet doen. Dus een foto, belichting eigenlijk simuleren, het platte vlak opzoeken, die compositing tag en frontal projection, dat is eigenlijk het belangrijkste wat je hier geleerd hebt.